Al toeterend reden de chauffeurs naar de ambtswoning en parkeerden hun taxis midden op de rijbaan. Ik werk, ik betaal mijn jure. Ben gewend. De gemeente voerde de hele avond en nacht controles uit op diverse plekken in de stad. De taxichauffeurs vinden die controles veel te streng. Kleine vuiltje, 22.000 euro betalen. Waarom? Ik ben 2 jaar taxichauffeur. Tot hier, man. Ik ben gek geworden door jullie. De controle was natuurlijk bedoeld om mensen zonder vergunning zeg maar, aan te pakken. Dat hebben jullie toch in de laatste 5 maanden hebben jullie toch wel gedaan? Dat hebben we gedaan. U heeft gezegd, deze controle, immens, immens grote controle. IAT aanwezig, belastingdienst, politie, handhaving. Controleren alsof wij criminelen zijn. Oké, immens grote controle. U zegt, wordt gecontroleerd op vergunning. Terwijl u weet, alle TTO's zijn verbonden. Oké, je moet een vergunning hebben. Zonder vergunning kan je niet met de TTO verbonden zijn. We maken 20 minuten controle. Ik klant zich, wat is er? Wie heb je vermoord? Wie heb je verkracht? Ik zeg, ik heb niks gedaan. Ik ben taxichauffeur. Ik werk voor mijn brood. Is dat daar duidelijk? Signaal. Het is een helder signaal. En volgens mij moeten we er echt mee aan de slag. Ik ben echt zowel goed, met echt de handhaving goed, als vanuit de gemeente. Later, ik ben na een uur beloofde de gemeente de rest van de nacht te stoppen met het controleren op chauffeurs die aangesloten zijn bij een TTO. Het protest kwam daarmee ten einde.